Ik geloof dat nog veel te veel vrouwen zichzelf wegcijferen in de situatie waarin ze zitten, werk en gezin. En ondanks de emancipatie, dat vrouwen net zo belangrijk zijn als mannen, zie ik toch nog steeds dat er veel te weinig vrouwen echt gaan staan voor wie ze zijn en wat ze willen. Kijk, ik ben opgegroeid in een gezin en mijn ouders hebben me meegekregen om zelf keuzes te maken. Om zelf op eigen benen te staan. En toch, dan kom je in een relatie, je krijgt kinderen, je werk, heb je, alles gaat door. En ik zie gewoon dat heel veel vrouwen zichzelf nog steeds wegcijferen. En ik herken dat. Ik heb het zelf ook 16 jaar lang gedaan. Vanuit mijn gezin waar het niet makkelijk was. En in mijn relatie met ups en downs. En toen 3 kinderen in 4 jaar tijd. Waar we onwijs blij mee zijn. Maar buiten dat komt daar zoveel bij kijken. En wat doe je automatisch als vrouw? Want dat zit nou eenmaal in onze root, is ja, onszelf toch eigenlijk wegcijferen. Het wordt tijd dat we gaan staan als vrouw zijn voor wie we zijn, wat we willen. En ook te laten zien hoe krachtig dat wij zijn. We hebben zoveel power in ons. We kunnen zoveel dingen tegelijkertijd. We kunnen alles zo goed regelen, organiseren. We zijn zo precies in alles. We willen het allemaal zo goed doen. Dat we onszelf gewoon heel vaak wegcijferen. En ik weet nog dat ik op een punt in mijn leven kwam. In mijn relatie. De heftigste situatie in mijn leven. Dat ik dacht, ja, maar zo kan het niet. Zo wil ik het niet langer meer. Ik ben daar echt klaar mee. En de pijn die ik op dat moment had, was zo intens en zo groot, dat ik geen andere keuze had als voor mezelf kiezen. En hoe heftig dat die situatie ook was, ik ben zo onwijs dankbaar voor dat moment. Want dat maakt nu dat ik heel veel vrouwen inspireer om voor zichzelf te gaan staan. Om hun eigen bedrijf op te bouwen als high-level VA player, virtueel assistent. Om krachtige keuzes te maken. Om juist zichzelf toe te staan. Dat zij er ook mogen zijn. En dat zij mogen investeren in zichzelf om een succesvol bedrijf op te bouwen. En dat het heel goed kan naast een gezin. We hebben 3 kinderen en 2 van de 3 zijn behoorlijk kinderen die echt wel extra aandacht vragen. En ze zijn alle 3 even prachtig en ik hou onwijs veel van ze. Maar juist om werk en gezin goed te combineren, brengt het mij dat ik ook kan laten zien van kijk, kids, ambitie en gezin kan samen gaan. En dat gaat samen. En omdat ik voor mezelf nu heb gekozen om mezelf toe te staan, om te mogen groeien als persoon, om een succesvol bedrijf op te bouwen, zien zij dat het dus ook, hè, en zeker ook voor onze dochters, dat zij ook een voorbeeld zien van kijk, ik mag ook straks gaan kiezen voor mezelf. Ik mag straks ook gaan investeren in mezelf. En ik mag op mijn eigen benen staan. En ik kan op mijn eigen benen staan. Ik ben niet afhankelijk van niemand. En ik kies voor mijn uitdaging, mijn vrijheid en mijn plezier en mijn geluk. Dus wat ik alle vrouwen gun, is om echt die keuze te maken. Van nu ga je het anders doen. Net als dat ik op dat punt heb gestaan en dat ik niet meer terug kon. Ik kan niet anders als voor mezelf kiezen en nu die keuze maken om een succesvol bedrijf op te bouwen. Om onafhankelijk te worden en te leven vanuit vrijheid, plezier. En ja, ik ben onwijs trots op die stap die ik heb gezet. Ondanks dat het echt niet makkelijk was. En ondanks dat ik echt soms wel voelde, dacht, ja, het voelt zo egoïstisch om nu deze stap te zetten. Om nu zo te investeren in mezelf. En als ik nu kijk waar ik nu sta en hoe ik mezelf heb ontwikkeld,
Maar ook hoe de mensen om mij heen veranderen. Mijn partner, mijn kinderen, mijn zus, mijn ouders. Iedereen leeft daarop mee. Dus het enige wat ik alle vrouwen wil zeggen is, ga staan. Kies voor jezelf. Investeer in jezelf. Want jij groeit ervan, maar niet alleen jij. Want dat voelt misschien voor jou egoïstisch. Maar iedereen om jou heen leeft daarop mee. Dus ja, ik ben onwijs trots op iedereen die laat zien dat het nu de tijd is om het anders te doen. Om krachtige keuzes te maken voor zichzelf. En ja, dat ze ambities en werk en dus hun gezinsleven en hun privéleven zeker kunnen combineren. Om het mooiste leven te creëren wat ze heel graag willen.